Ik ben Pieter. Hey Lisa. Hi. Hallo. Ja, leuk je te zien. Je ziet er mooi uit. Dank je. Ja, bereid je gewoon echt goed op voor. Ik ga een hoop dingen meteen door je hoofd. Jezus, waarom gaat het ding niet dicht? Oh, nou doet hij het. Flat white. Kom op. Espresso. Moet dit goed gaan. Ik had een lekkere ribeye meegenomen en die wilde ik eigenlijk sous vide bereiden. Sous vide is eigenlijk niets meer dan vlees in een waterdichte zak. Kijk, wacht. Dus de vraag is, hoe wil je vlees? In ieder geval medium. Medium. Ik ben niet zo van rood vlees. Oh, hier. Yeah. Oké. Okay. Dat ik het had opgeschreven. Volgens mij... 55 graden. Alright. En zetten we dat hier wel eventjes neer. Ik zou nog wel een extra robotstofzuiger willen. Zo'n groot huis? Nee, helemaal niet. Ik ben gewoon strontlui. Ja, ik ben gewoon eerlijk. Het is toch heerlijk als het gewoon voor je gedaan wordt? Ben je een beetje aan te sturen dan? Ben ik aan te sturen? In welk opzicht? Nou ja, samen eventjes opruimen, samen eventjes... Ja, mijn huis is wel netjes. Oh, okay. Jawel, jawel. Maar ben ik aan te sturen? Ik ben wel een ongeluid projectiel, denk ik. In sommige opzichten. Maar je kan wel luisteren. Of ik kan wel luisteren? Zo, jij durft. Ga je lekker? Zijn die 24 uur al zo, om? Ja. Zo. Nee, ik... Hoe praat ik me hier nou weer onderuit? Nee, ja, hoe praat je hier onderuit? De vraag is ook niet of jij je altijd de prak thuis klaar hebt staan. Ik ben niet een of andere taai die je importeert, Nee. Die je stofjes komt brengen, je eten klaarmaakt en je kleren gaat strijken. Nee. Oké. Okay. Dus. Wauw. Ja. Wat wil je dat doen? Als jij de rode peper zou willen snijden. Hoe wil je ze gesneden hebben trouwens? Want ik snij ze nu wel gewoon in het midden en ik had die zaadblaadjes eruit. Dus maar in reepjes leggen we ze erop en dan... Okay. Wij werken echt goed samen. Ik vergeet dat je mee kan helpen en je biedt het wel aan. Dat ik heel gehoorzaam ben. Ja, ik vind het wel gezellig. Als je het zout nog zou kunnen vinden, dat zou wat zout. Voor jou. Dat staat voor je neus. En dan nu het moment suprem. Urenlang lag dit stukje vlees in een plastic emmer. Gaat Pieter Elise toch nog veroveren met dit perfect gegaarde geheime wapen? Hoe luidt het oordeel? Ik ben wel even kouwen. Maar hij is goed gelukt. Hoe heb ik geslapen? Ach, wat een kut. Oh, schat. Die vissen die geven natuurlijk licht. Ja. Toen had ik eerst op die hondenazel te gapen. Hop, weg ermee. Zo, veel beter. Ochtendhumeur match. Ja, ik heb nog geen koffie gehad. Wat je alsjeblieft? Cappuccino met een beetje espresso erin. Hey, maar jij drukt hier gewoon op cappuccino, toch? Moet ik het zelf doen? Nee. Ik ga het voor jou maken. Wauw. Maak me gek. Vraag maar aan. Pot. Eens even kijken of ik nog iets van jou wil weten. Slapen wij straks gezellig samen in één bed? Ik slaap helemaal niet. Had jij die bak omgegooid net, of lagen die er al onder? Ja. Gewoon even een paar pijltjes gaan gooien? Ik trek eerst mijn koffie op, if you don't mind. Oké, okay, ja, yeah, sure. Voordat je dadelijk een pijltje in je voorhoofd hebt zitten. Frisse lucht. Hey,
Oh. Nee. Please. Laat me even. We hebben wel een vijver. Kunnen we nog iets verzinnen om te doen? Of heb je helemaal geen zin meer? Kunnen we nog iets verzinnen om te doen? Zoals? En alleen voor mij is het niet. En ik denk dat we gisteravond echt wel een leuke avond hebben gehad. En weet je, ik moet gewoon even op gang komen in de ochtend. Dan moet je me gewoon even laten. En wat kan ik er meer over zeggen? Dan gaan we onze koffers maar pakken, ja, denk ik. En dan wens ik je gewoon het allerbeste. En dan gaan we mijn spulletjes pakken. Ja, lekker naar huis. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.